Het gerechtshof in Den Haag buigt zich morgenochtend voor het eerst over het hoge beroep in de zaak Millie Boelen. Het 12-jarige meisje werd vorig jaar maart doodgevonden in de tuin van verdachte Sander V. De rechtbank in Dordrecht veroordeelde de oud-politieagent tot 18 jaar cel en tbs, maar sprak hem vrij van seksueel misbruik. Morgen maken het Openbaar Ministerie en de advocaat van Sander V. hun onderzoekswensen bekend. Een 25-jarige man uit Helmond is aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij in Zwijndrecht afgelopen maandag. Bij die schietpartij kwamen een vrouw en haar twee dochters om het leven. De politie deed vrijdag invallen in twee woningen. De verdachte werd aangehouden bij een inval in Den Bos. Daar werd ook een andere man gearresteerd. Of die iets met de schietpartij te maken heeft, is niet bekend. Sinterklaas komt dit jaar aan in Dordrecht. Op zaterdag 12 november legt de pakjesboot rond het middaguur aan in de Doordse haven. De intocht van de Sint is rechtstreeks op televisie te volgen in een speciale aflevering van het Sinterklaasjournaal. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten koelt het af naar 10 graden. Morgen breekt de zon af en toe door, het blijft droog en het wordt maximaal 20 graden.